Stefan heeft zijn leven op orde. Met een lieve verloofde en een eigen radioprogramma. Kortom, logisch dat hij hier alles in de war komt gooien. Ja, dit is gewoon te gek. Je geeft je op, je verwacht niet dat je gewoon de Voice of Holland gaat doen. Uiteindelijk zet je toch die stap. En in één keer sta je straks voor die vier stoelen. En ik bid gewoon echt dat er eentje gewoon doet. Al is het in de laatste noot, maakt niet uit. En dat ik gewoon geen fouten maak. Dat heb ik er ook al vrede mee. Wie is deze mooie stem? Ik ben Stefan Bouwman. Goedenavond. Ja. Goedenavond, Stefan. Hi. Jeetje, voordat ik aan dit programma ging meedoen, hoorde ik mezelf zeggen, ik hoop dat er een te gekke gozer tussen zit. Dat er een gozer tussen zit die echt de stem heeft. En je hebt een hele mooie druk, je hebt een hele mooie aanzet als je zingt. En dat is voor mij heel belangrijk. Dat betekent dat je met je lichaam zingt. Ik zou heel graag met jou willen werken. Ik vind je echt een hele toffe stem hebben. Dank je wel. Dank je wel dat je er bent. Dank je wel voor het draaien, man. Thanks. Sick. Nou, ik loop even naar je toe. Ja, ja. Zelf? Want... Nee. Voel ik je echt... Ik meen het, hier. Een beetje intiem dit, jongens. Nee, maar... Wow, je hart gaat verkeerd. Mijn hart gaat zo snel. Ja, ik voel jouw spanning en jouw... Maar dan op een hele positieve, hele mooie manier. En als ik jou zie, ik word helemaal gewoon enthousiast ervan. En ik zag je... Nee. Toch nog even voelen ook, hè? Ja, nee. Wel bucketlist, hoor, Sanne. Nee, maar ik wil even gewoon echt... Eigenlijk wel bewijs. Nee, maar ik meen het echt. Ik werd gewoon in één keer verliefd op een plaatje in mijn hoofd. Ik druk op de knop, ik draai en ik zie dit. Nou, ik was intens gelukkig en nu nog. En ik zag je gewoon blij worden toen ik gewoon drukte. Laten we eerlijk zijn. Ik wil jou
heel graag hebben in mijn team. En als je mij niet kiest, dan, ja, dat zeg ik wel vaker, dan ga ik vet hard janken. Ik heb in ieder geval aan de borsten gezeten. Hij had mijn hart. Winst is al binnen, hè? Ja. Nee, maar ik meen het echt, hoor. Dankjewel. Ik word daar helemaal wild van. Dit is precies waarom ik meedoe aan The Voice. Thanks. Weet je hoe ze dit noemen, Stefan? Vertel. Een booby trap. Nee. Niet intrappen, jongen. Niet intrappen. Nee, ik zat echt hier, hoor. Ja, dat was heel proper, toch? Ja, zeker. Hey, Stefan, ik drukte heel laat. En ik vind dat je het goed hebt gedaan. Maar ik denk dat je het ook wel veilig hebt gespeeld. En ik denk nu je door bent en je hebt het vertrouwen dat we je klaar kunnen stomen voor de battle, dat je dit kunt doen, maar net met wat extra's. Ja. Zodat je ook die battles door kunt komen. En dat je durft meer te geven. Even gas op die lolly. Ja, ja. Gas op die lollipop. Doe maar! Doe maar! Doe maar die. Nee, als coach moet ik eerlijk zijn. Dus als dat is ook wat jij wilt doen, dan ben ik Ali Ideali voor jou. Cool. En dan kun je voor mij kiezen. Thanks, man. Thanks. Ja, ik zie gewoon een jongen die ontspannen is, die plezier heeft, die enthousiast is, die gewoon een heel prettig liedje staat te zingen en toevallig ook nog eens heel goed kan. Ik zie dat, ik vind dat geweldig. Ik wil dat gebruiken om jouw enthousiasme met hele mooie leuke liedjes naar de volgende ronde te brengen. En die battle met deze houding, ik zou me niet echt heel veel zorgen maken, want het gaat wel gewoon gebeuren. Precies. Oh. Hey, Ali, ik waardeer je eerlijkheid, vind ik echt heel tof. Sanne, dankjewel dat... Dat momentje vergeet ik nooit meer, denk ik. Guus, ook bedankt, maar ik ga voor Waylon, man. Hey! You're my guy. You're my guy. Dankjewel, man. Super gedaan. Gewoon mooi gedaan. Moet jij niet even huilen? Ja. Ja, ben je dus door een man aan je borst gezeten en kiest uiteindelijk niet voor je? Ik deed het. Je bent echt gebruikt hier vandaag. Wat gebeurt er allemaal? Overrompeling na overrompeling. Grote klas. Hij jou nog een grote. Ja, gefeliciteerd, man. Jeetje. Hey, maar Sanne, die je zo de liefde verklaart. Ja. De hele ziel en zaligheid. Ja. Ja. Toch, Waylon? Ja, dat is het. Ja, ik ben verloofd, dus ik krijg nu al problemen met mij.